Ik krijg smerige voeten van, toch? Ook dat, dus dan kun je beter niet doen. Hey, maar is er al iemand uit het kamp Elvis Presley die contact met jou heeft opgenomen? Want er zijn natuurlijk een miljard Elvis Presley-imitatoren. Mm-hmm. En nou, de ene is wat beter dan de andere, maar zo goed als jij... Ja, ik bedoel, weet je, dat is het punt. Ik denk, ik wil mezelf niet als een imitator noemen. Want nee. Wij proberen gewoon eigenlijk vanuit ons hart proberen we de muziek te maken. Ja. En ook dat mensen gewoon weer naar Elvis zelf gaan luisteren. Mm-hmm. Ik denk dat dat heel belangrijk is. Dat gewoon het origineel is altijd het beste natuurlijk. Ja. Dat is het eerste wat er was. En hij heeft de muziek zo veranderd. En wij vinden het alleen maar leuk om die muziek te maken. Ja. Want het ligt ons allemaal aan het hart. En als mensen daardoor Elvis weer gaan luisteren, dat zou de goede set zijn. Ja, dat is een ultiem doel. Maar het mooie is inderdaad, dat veel, laten we het dan zeggen, imitatoren die trekken zo'n pak aan en hebben best een beetje een ruwe stem. Ja, maar jij trekt dat pak niet aan. En, ik denk niet dat we in de buurt komen van het charisma wat Elvis had. Dus laten we dat pak maar achterwege laten. Zeker waar. En als je het over we hebt, is dat koninklijk meervoud of heb je het over de band ook? Ik heb het over mensen die Elvis proberen na te doen. Iedereen moet doen wat hij zelf wil. En iedereen mag het ook doen. Want ik bedoel, daar zijn ze vrij in. Maar ik voel me daar niet lekker bij. Nee, dat snap ik. Maar goed, als je jou ziet zingen en je hoort het ook alleen. Stel, als je het alleen maar zou horen, dat kan ook. Dan kruipt het toch wel heel dicht tegen Elvis Presley aan. En op de een of andere manier zit de emotie er ook in. Dus daarom wordt het misschien ook erkend als fantastisch. Dank je wel. Ja, dat kan bijna niet anders. Maar komt Bouke zelf in conflict? Want je hebt misschien ook wel het idee, ik moet een paar liedjes maken. En de liedjes die ik zelf verzonnen heb. Ik heb natuurlijk ook veel eigen muziek gemaakt. Ja. Maar Elvis kwam altijd weer op mijn pad. Mm-hmm. Omdat mensen het gewoon heel leuk vinden. En ja, weet je, die muziek ligt gewoon heel dicht bij wat ik eigenlijk zelf al luisterde. Want ik ben eigenlijk niet begonnen met Elvis. Ik ben begonnen met soul. En ik vond bijvoorbeeld de Blues Brothers als kind heel leuk. Ja. En die muziek vond ik altijd al fantastisch. En toen ik een jaar of 17 was, begon ik te zingen. En kwamen mensen naar me toe en zeiden dat mijn stem op Elvis leek. Ja, en in het begin dan denk je van, weet je, ik kende Elvis niet zo goed. Mm-hmm. Ik leerde Elvis pas echt kennen toen ik de comeback special zag. En toen dacht ik van, wow. Ja. Weet je? Ja. En toen ben ik me meer gaan verdiepen en ook wat meer liedjes gaan zingen van Elvis. En ja, het is altijd weer bij me teruggekomen. En ik denk dat we de mensen heel blij maken. En dat is eigenlijk het doel. Weet je? Ja. Dat, we gaan natuurlijk ook eigen muziek opnemen in de toekomst. Maar ik ga niet onder stoelen of banken steken dat ik nooit meer Elvis ga zingen. Want dat vind ik fantastisch. En helemaal met deze band. Want ik heb een fantastische band achter mij staan. Zeker waar. Ja, zeker. Ja. Dus dat is op zich natuurlijk wel goed. Maar ik kan me ook wel voorstellen dat de wereld op je zit te wachten. Of niet? Ja, maar ik vind Nederland wel goed genoeg. Ja, dat geloof ik wel. Maar de wereld zit ook op je. Heb je nog geen indicatie van dat de wereld al op je zit te wachten? Weet je, ik krijg wel heel veel buitenlandse reacties. Lijkt me. Mensen uit Amerika, mensen uit Brazilië, noem maar op. Ja. Echt elk. Het is fantastisch. Weet je, ik kan alleen maar zeggen dat we er heel erg van genieten. En ieder artiest wil natuurlijk een erkenning. En ieder artiest wil zich laten zien. En wij hebben dat door het programma de tribute mogelijk kunnen maken. Ja, was wel leuk, want Gerard die zei dat hij dat ging presenteren. Ik dacht, ik heb er geen zin in. SBS-programma weer, weet je wel, altijd verschrikkelijk. Heb je spijt? Nee, helemaal niet. Want Gerard, die vertrouw ik altijd, want dat is mijn amigo. Dat is ook een muziekman. En die zei van, het wordt echt wel leuk. En je moet fucking die Elvis in de gaten houden. Nou ja, toen begon langzaam maar zeker Cesar Zuiderwijk in de jury. Angela, ik denk, en Spike. Direct, ik denk, ga toch maar eens kijken. Nou ja, daarna ben ik er verslaafd aan geraakt. En David Bowie geweldig. Earth, Wind & Fire geweldig. En jij. Dank je wel. Ja, ik ga even naar Ingrid. Hallo Ingrid. Hey Rob. Hallo, je meldde je gisteren en je vroeg je iets af. Ja, dat deed ik zeker. Ik vind Bouke echt ook helemaal gek, zoals heel Nederland, denk ik. En ik wil hem zo graag I Just Can't Help Leaving horen zingen. Want volgens mij past dat nummer prachtig bij zijn stem. Ja. Ja. Is dit opgezet of is dit echt? Nee. Dit is echt hoor. Ja, ik heb gisteren een verrassing voor je, en, ja. Wat zeg je? Ik zeg, we hebben een verrassing voor je, Ingrid. Ja, echt? Echt? Ja. Surprise, surprise. Wow. Surprise. Ja, fantastisch. Ik denk dat het gaat gebeuren. Lekker. Oké, nou Ingrid. Echt. Heel veel zin in. En de rest van de wereld, wij letten op. Bouke, and I just can't help believing. Maar het komt door jou, Ingrid. Want ik heb het hem netjes gevraagd. Zou je het willen spelen? Dat zei hij. En ik dacht dat het ja was. Hier is hij. Heerlijk. Oké, tot later. Ik ben benieuwd. Ik ga de radio hard doen. Dankjewel. Ik ook. Okay, doei. Bouke, ga je gang met de band.
I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's lying close beside me, and my heart beats with the rhythm of her sighs. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. More than just a day. I just can't help believing when she slips her hand in my hand, and it feels so small and helpless, and my fingers fold around it like a glove. I just can't help believing when she's whispering her magic, and her tears are shining, honey, sweet with love. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. This time the girl is gonna stay. More than just a day. Just a day. Oh, I just can't help believing. For more than just a day. Oh, I just can't help believing. For more than just a day. Ik sta toch weer gewoon een beetje voorbij te komen. Wat we even aan Ingrid vragen wat ze ervan vond. Heb je de radio hard gezet en voel je er wat van? Ja, pas. Ja, ik ben een beetje vertraagd. Ik heb allemaal van die apparatuur die dan heel laat, heel langzaam streamt, weet je ja, wel? Ja, ja. Ah, wauw, gek. Te gek. Ja, leek mij ook gewoon wel een goede reactie. Wauw, ik ben het met je eens, Ingrid. Dus, ja, nou, Bouke, ja, niet normaal. Ja, Bouke, ik ga je... Maar misschien heb je dat helemaal niet meer nodig... maar de bak met appjes die binnenkomen is niet normaal. Echt. Nee, ik kan alleen maar iedereen bedanken. Weet je, ja. Wij waarderen het echt heel erg. Ja, ja. Tuurlijk. Kijk uit dat je niet Frans Bauer wordt die zegt... ik heb respect voor iedereen. Iedereen mag koffie komen drinken bij mij. Ja, precies, ja. Kijk uit. Hè. Ja, ja. En als je komen eten, ja. Bouke, als je nog even blijft... wat is voor jou een essential nummer van Elvis... waarvan je